Leuk dat je kijkt naar de weekvlog. Deze week gaat Verona shoppen bij Mr. Ed. Ja, serieus. Tess is lekker aan het springen. En wat hebben we nog meer? Vooral veel Verona eigenlijk deze week. De bal ligt in de binnenbak. Dus ik dacht, het is natuurlijk super saai. Nog steeds in je bok te staan. Dus nu ben ik aan het ballen zo. Ze vindt het wel een soort... een soort gek. En vandaag zijn ze carousel aan het rijden. En achterop hebben we twee schimmeltjes. Hoe schattig is dat? Hier komt ze. Zo, voor alles is een eerste keer, zo ook zonder zadel. Ze heeft natuurlijk wel net hard de best gedaan in de carouselles. Dus ze is wel moe. Nou, hoe is het, Tess? Lekker warm, hè? Ja! Steady Mary! Steady Mary! Hi, meis! Nou, loop maar een rondje. Zo, en nog even lekker een beetje grazen. Het is wel spannend allemaal. Ze zijn daar aan het oefenspringen. Daar hadden we aan mee moeten doen, Roon. Ja. Nou ja, volgend jaar weer, vind je? Ja. Nee, niet eten. Verona die is aan het shoppen bij Mr. Ed. Buiten. Oh, lekker. Lekker, hè? Waar is er mee? Twee schimmeltjes bij elkaar. Pizza en sterren. Pizza. Net waren ze wel aan het kroelen en nu even niet meer, dus dat is jammer. Maar uiteraard duurt het veel te lang voordat ik mijn telefoon heb. Verona is vandaag 15 jaar geworden, dus ik ga even belonen met een snoepje. Hey. Hey. Zin is zo blij mee. Ja, lekker. Wil jij een snoepje geven? Nou, doe jij maar even. Dan kan ik even filmen. Ja, misschien moet je even voor de zingen. Nou, lang zal ze leven. Dat is toch geen zingen? Kom, Tess, je kan het. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Hyper de piep. Ze zegt alleen maar, kom hier met het snoepje. Maar ik zei dat niet doen, maar geen bij dat snoepje hier. Zo, ons testje gaat lekker rijden. Er zijn wel springwedstrijden, dus we gaan even in de middelste buitenbak. Ja. Met mijn neusje bak, zeg maar. Ga ik een verrassingje doen. Een verrassingje? Nou, die heb je gisteren ook al gedaan. Dus zo'n verrassing zal dat niet meer zijn, hè? Ja. Ja. Wat een zoete bom is het toch, hè? Er zijn springwedstrijden momenteel bezig. En een hoop belletjes. En een hoop andere paarden. Het is heel druk. Vlaggen. Nou, nu hoor je natuurlijk net even niks. Maar ik kan je vertellen dat er veel herrie is momenteel. En toch hobbelt ze gewoon op haar gemakkie door. Maar ja, dat heb je natuurlijk ook al bij het paar YouTubers live event gezien. Maar heerlijk dit. Prachtig weer. Zwaaien. Ja. Ja. Ja, dat is andere koek. Zonder zadel draven. Die is totaal anders dan stappen. Lig je er ook iets makkelijker naast. Ja, dat is wel goed, denk ik. Zo, we zijn buiten aan het poetsen. Mijn vrouw die denkt, loopt gelijk even een rondje. Ja, zo zie je toch wat anders dan je box. En dan heb je toch niet heel veel beweging. Zo proberen we een beetje dingetjes te doen die... toch de gedachten een beetje verzetten.
moet even hallo gezegd worden. Net waren ze aan het hinniken met z'n tweeën. Oh, is dat weer over? Oké. Okay. Even aan het wandelen. En eigenlijk ziet ze er wel lekker uit vandaag. Toch? Hé. Hey. Ja, goed, meis. Kom, gaan we weer. Mee? Goed zo. Wel leuk om te zien dat ze echt wel aan het opknappen is. Ook in haar lijf. Het wordt allemaal wat minder hobbelig en bobbelig en puntig. Maar ook haar hele houding wordt alweer wat fijner. In de zin van dat ze blijer lijkt te zijn. Dus daar ben ik wel heel gelukkig mee. Het zal vast ook helpen dat het steeds prachtig weer is. Of in ieder geval mooi genoeg om lekker buiten te zijn. En buiten dingen te doen. Dat het dus niet gedoemd is om in die box maar te staan. Nou, staat ze wel heel veel in de box, maar ik sta ook gewoon buiten. Zoals gisteren geloof ik ook al vertelde. Ja, staat ze rustig een uurtje stil buiten. Maar dan heb je in ieder geval wat anders aan je hoofd dan die box. Dus ik kreeg van Christine nog een stukje. En daar kan je je e-mailadres op geven en allemaal dingen te doen als je paard niet kan rijden. Dus ook daar ga ik nog even naar kijken. Ik ben happy. En ook de twee meisjes nog even los. De andere meisjes. Oh, en ja. Er moet niet aan sterren geklikt worden, ja. Dat gaat net even te ver. Maar voor de rest vinden ze elkaar ineens inmiddels wel lief. Dus dat is wel heel fijn. Zo, mooi weer. Dus stelletje buiten. Vroontje lekker buiten. Dan lekker poetsen. Vroon is hengstig. Sexy Lexi is hengstig. Maar ook Ster is hengstig. Ze zijn een beetje hupsie. Stip en Ster. En dan Fabienne en Tess. Dat is net zoiets als Bibi en Tina, maar dan net even anders. Ja, maar dan met twee met schimmel. Precies. En Jasmijntje is er ook. Hi. Everybody else, I've got a story. I don't know how to say it nice. I shine it up and make it. Wat zijn jullie aan het doen, meisjes? Galopbalkjes aan maken. Jullie hebben een heel parcours ervan gemaakt, geloof ik, hè? Ja, maar we moeten nog één sprong. Nog één? Ja, dat is die. Oké. Okay. Nou, daar kunnen jullie toch ook gewoon overheen? Nou, ik niet. Wel, denk ik. Nee! Met Stip? Dat doen we niet. Kun je er met Stip overheen, pa? Ja, niet met Stip. Misschien wel met Energy, maar... Dat is een beetje hoog. Ik denk dat het zal zijn 1.10, 1.20. Ja, dat denk ik ook wel. 1.10. Dat is misschien voor Stip iets wat hoog. Ja, maar dat is hoger energy, dan Z. Energy die... Z voor Energy. Ja, die kan. Die kan het wel. Oké. Okay. Tess die loopt er nu. We gaan ze even pony, of tenminste de hindernis aanpassen. Now don't
remember this little something. Hope is what'll help you find your En Jasmijntje gaat eventjes uitstappen op Sterren. Die is vandaag mee naar de manege. Gezellig. We hebben Sterren helemaal schoongemaakt samen. Kijk, dan hebben we hier de Hart voor Paardenmeisjes. Yay! Is toch te leuk dit. Kimmetje met haar jasje. En daar Faan met haar vest. Nou, daar wordt de mens wel weer blij van. Ho, ho, ho. Supergoed. Op, bovenlichaam terug. Dat is waarom het belangrijk is dat je snel weer terug bent in balans. Blijf galopperen. Zitten. Tellen. 1, 2, hoppa. Even goed daar in het midden houden. Die is heel goed. Oké. Okay. Blijf knijpen, zitten. 1, 2, 3. Perfect gedaan. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het een leuke video? Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen. En kijk nog even naar de video van gisteren. Want Mr. Etty heeft een hele leuke actie. Omdat we bijna 20.000 abonnees hebben. Dus dat is echt super gaaf. Bedankt voor het kijken. En ik zie je graag volgende week in de weekvlog. Doei!